nee, we hebben het aardig opgefokt, denk ik. We hebben het zo erg opgefokt dat wij de winkel niet meer mogen. Nee, man, slechtste medewerkers van de maand. Maar ik heb de ultieme oplossing. Nu gaan wij allebei boven zitten en sturen we een stel kids naar beneden. Hoi, opa. Hoi, kunnen jullie eerst mee helpen? Profusjes, Mika? Kom vandaag de andere kant weer terug en zeg gewoon hetzelfde weer. Profusjes, Mika. Blijven praten, weet je, bent fantastisch. Blijf praten tegen haar. Profusjes, Mika, mios, mis paskis, misus. Profusjes, Mika. Loop naar die kinderwagen toe. Voor de kassa. Gaat hij niet durven, toch, Pik? Ja, vraag maar aan die mevrouw of je het even wil controleren, want je vertrouwt het allemaal niet. Mevrouw, mag ik u kinderwagen even controleren? Want ik vertrouw het niet zo goed. U vertrouwt het niet zo goed? Nee. Nou, ja, kijk maar. Ja, ga maar erin snuffelen. Ja, man. Ja. Wat is dit? Dat is een sjaal. Oh. Actie. Ik kan heel goed de leeuw nadoen. Toch laat ze een beetje schrikken terwijl je een leeuw bent. Ma! Andere kant? Via de andere kant? Nu, nu, nu. Ma! Wat doe je bij Intertoys als ik vraag en mag? Gewoon werken. Oh, gewoon werken. Ik ben 9. Lena, zie je meneer met een bril op? Ja. Vraag of je die bril een keertje op mag. Hoi meneer, mag ik een keer een bril op? Hè? Mag ik een keer een bril op? Mijn bril op? Ja. Hoezo? Gewoon even kijken om te zien. Oh, even kijken hoor. Zal maar voorzichtig doen. Oh, ja. Ja, dat kan je niet zien hè? Nee. Oké, Levi, dit kan jij. Zeg, vraag aan die mevrouw. Ik zag jou toch laatst op Tinder? Ik zag u voor het laatst op Tinder. Mij? Ja? Nee, dat kan niet, maar die heb ik niet eens. Oh. Kijk je niet kopen, hè? Nee, nee, je bent geweldig, man. Do you guys want to pack it in yourself? Dat je net gepoept hebt. Ik heb net gepoept. Hij zei, zet je het nu op de eindbaas. Alsjeblieft. Vraag aan haar, mag ik uw tas controleren in verband met diefstal? Mag ik een paspoort zien voordat u iets gaat stelen? Waarom? Paspoort zien. Waarvoor? Voordat u iets gaat stelen. Ja, dat kan gewoon. Ja, iedereen kan het stelen, toch? Ja, maar ik denk dat ze de deur uitgaat. Dan mag ze mij aan. Huh? Ja, maar ik vraag het gewoon. Ik vraag het gewoon. Maar ik zie het. Boos. Die vrouw is boos. Check, bij de kassa. Oh, boze vrouw. Doe nou normaal, man. Ze is boos. Thank you.
van, op Tinder volgens mij. Ja. Je hebt de verkeerde volgende. Oké. Ga op de balie staan, doe je shit uit en ga tegelijk dansen. Nu. Zo, en nu? Is zonder shirt. Lekker man. En daar zijn we weer. Nee. Herinner me aan iemands haar zitten. U heeft wel mooi haar. Is dat van uzelf? U ruikt aan haar haar. Zou ik eens even mogen ruiken? Is haar haarlijk in? Ja, het is heel leuk. Ja. Denk jij dan? Ja. Ga ik het doen? Oh, kan ik jullie helpen? Ik ben net gevallen. Oh, dat is niet zo mooi. Kijk, je oma's. Hier, kom eens. Weet ik niet. Wat heb je gedaan dan? Vallen, zegt hij. Oh, is mijn vrouw er verstand van? Gaan we even liggen. Oh, ik moet even zo liggen. Ja, zo. Ah, dit doet pijn. Gaat het? Ik moet gewoon naar huis toe, man. Dan laat ik zeggen. Niemand laat me eerder gaan. Ja. Oh. René, zeg dat je moet poepen. Hier, kom maar. Oh, wacht, je moet echt poepen, man. Je moet even zelf doen. Hier. Die oma is al stuk. Mevrouw. We moeten even vertellen dat dit een cameragrap was. We hebben kinderen in onze oor zetten die zeggen wat we mogen doen. Oh, wat leuk. Ja. Jullie zijn wel echt de uitblinkers van de dag. Ja, jullie waren geweldig. Ja, dankjewel hoor. Ja. Oh, daar komt het door. Ja. Oké, Q, dit was het. Ja. Jij hebt de winkel opgefokt, ik heb de winkel opgefokt, de kids hebben de winkel opgefokt. Ja, alles opgefokt. Het is klaar. Het is klaar. Hey, wat vond je? Uiteindelijk vond ik het wel gezellig. Vooral wanneer ik zelf instructies mocht geven. Leuk dat jullie hebben gekeken. Vergeet jullie niet te liken en te subscriben. Hartstikke leuk. Tot de volgende. En dan gaan we even afsluiten met een...